Amen. Onze inleidingstekst deze ochtend is Matteüs 4, vers 4, deels daarvan. En er zegt hier, er staat geschreven, de mens zal niet van brood alleen leven. Amen. Mijn lieve broeders, zusters en vrienden van de waarheid, ik wil u groeten deze ochtend en een rijk gezegende Sabbat wensen. Vanmorgen vraag ik u om niet het hoofd in het zand te stoppen, zoals een struisvogel dit vaker doet. Maar bid en onderzoek de heilige schriften onder leiding van de Heilige Geest. Doe dat terwijl er de mogelijkheid nog is. En vraag ernstig om het licht, om het verstand te verlichten, zodat wij mogen weten de weg die we moeten gaan. De dringende titel van morgen ook leidt in deze Bijbelstudie: mis de zegen van de levende God niet. Onderzoek uw geloofsovertuiging en laat hierin of hiervoor alleen, maar dan ook alleen de Bijbel het fundament zijn waarop u uw geloof baseert. Namelijk inderdaad dat wij terecht kunnen zeggen altijd, er staat geschreven. De tijd dringt en daar weet ook de grote vijand van God, maar ook van de navolgers van God. Een bekende spreekwoord zegt, een gewaarschuwd man telt voor twee. Christus daalde vanuit de hemel en hij kwam hier beneden om op deze aarde niet om het een of ander aan de mens te verplichten. Maar hij kwam tot de kinderen des geloofs. Hij kwam om ons de weg te wijzen die ons zal leiden tot redding, tot in zijn koninkrijk. Door hem en op zijn woord te volgen, zullen wij steeds ervaren hoe belangrijk dat is. Zelfs de discipelen rondom hem in die tijd, waaronder de discipel Thomas, hij snapte niks van waar het staat geschreven in Johannes hoofdstuk 14, daarvan vers 1 tot en met 3. Daar had Jezus het erover, ik ga heen om uw plaats te bereiden. En wanneer ik klaar ben, zal ik terug tot u komen. Maar helaas, hij verstond het niet. Wat bedoelt hij? Hij gaat de weg, maar hoe kunnen wij de weg weten? Daarom zei Jezus tot hem in vers 6, ik ben de weg en de waarheid en het leven en niemand komt tot de Vader dan door mij. Zo is het ook vandaag van groot belang om uw trouw, om uw geloof aan de hand van de Bijbel te toetsen. In 1 Johannes hoofdstuk 4 vers 1, daar staat ook geschreven, geliefden, geloof niet elke geest, maar beproef de geesten of zij uit God zijn. Waarom? Want er zijn veel valse profeten in de wereld uitgegaan. Bestudeer voor uzelf het leven van de Heer Jezus. Let op de details. En uw ogen zullen voor de waarheid opengaan. Ik blijf dit benoemen. Wanneer wij van het geschreven woord afwijken, dan neemt de vijand van God een voorsprong op de gelovigen, waardoor ze in gevaar komen om het uiteindelijke doel te bereiken. Met andere woorden, onderschat deze vreselijke vijand niet. Zelfs Christus, onze Heere, moest alle zeilen bijzetten om hem te ontmaskeren. Let hier goed op. De duivel, genaamd ook Satan, maakt altijd fouten. Dit meen ik echt. Hij maakt altijd fouten. Al is het een klein iets,
een kleine verandering, maar dan weet je, het is niet meer van God. En dit is een bewijs met zijn strijd in de woestijn, na zijn doop, waar Jezus zich terugtrok om niet met Satan in de strijd te gaan, maar om kracht te ontvangen. Om door de begeleiding van Gods geest dat hij ook zijn missie kon volbrengen. En daardoor trok hij voor 40 dagen en nachten heeft hij daar gevast. Nou, menselijk gesproken, we kunnen het bereiken, maar het gaat erom dat hij zocht iets, want hij wist dat de hele wereld en het verlossingsplan lag op zijn schouders. Dat was geen klein gewicht. Er mocht geen fout gemaakt worden. En daarna kwam wie uiteindelijk na die 40 dagen van vasten kwam, de vijand. We lezen met elkaar in Matteüs hoofdstuk 4, daarvan vers 3. En de verzoeker, de Satan, hij verzoekt de mens en God beproeft de mens. Dus en de verzoeker, Matteüs 4 vers 3. En de verzoeker, de Satan, kwam bij hem, bij de Heer en zei, als u Gods zoon bent, zeg dan dat deze stenen broden zullen worden. En wat was het scherpe en nauwkeurige en machtige antwoord van de Heer Jezus tot hem? Wat was het fout? Wat was fout gegaan in de benadering van Satan naar Christus toe? Niet vergetende, hij kwam als een heilige engel, verscheen hij tot Jezus daar. Dus gemakkelijk had Jezus gehoor kunnen geven. Maar Jezus viel niet in zijn valstrik. Wat was de fout dan die hij had begaan? Was het in die hele zin? Helemaal niet. Er was maar één woord dat hij had verkeerd gebruikt. Als u Gods zoon bent. Terwijl de heilige engelen, die zijn overtuigd, want die zijn komen uit de hemel en ze weten dat Christus is de zoon van God. Dus daar is geen twijfel bij. Laten we kijken naar het scherpe antwoord dat Jezus hem teruggeeft in Matteüs hoofdstuk 4, daarvan vers 4. Maar Christus antwoordde en zei, er staat geschreven, de mens zal niet van brood alleen leven, maar van elk woord dat uit de mond van God komt. Vanmorgen roep ik u op, namelijk om uw roeping als navolgers van Christus serieus en serieuzer opnieuw te overwegen. Geloof mij niet op de woorden die ik tot u spreek, maar laten we, net als het volk van Berea, die ijverig was toen het woord tot hun was gekomen, dat dit volk onderzocht de woorden van de apostel Paulus toen de tijd, of die dingen al zo waren. Dus zelfonderzoek is heel van belang. Waar wil ik vanmorgen naartoe gaan? Sinds dat ik de waarheid in alle duidelijkheid dat dit is tot mij gekomen. Niet dat ik iets beter ben dan absoluut niemand. Maar toen de waarheid tot mij was gekomen, gingen mijn ogen open. En ik keek niet naar de kerk, ik ging om de waarheid die er is. Is dit dat mij zal helpen tot de redding? Hoe ging ik daarmee om? Ik weet nog dat ik toen een standpunt had bepaald. Net zoals de apostel Paulus dat heeft ervaren in Filippenzen 3 vers 8. In Filippenzen 3 vers 8 kunnen we terugvinden. Ja, beslis, ik beschouw ook alles, dus dat is alles van voorgaande van mijn leven, als schade
vanwege de voortreffelijkheid van de kennis van Christus Jezus, mijn Heere, om wie ik dat alles als schade ervaren heb. En ik beschouw het als vuiligheid, opdat ik Christus mag gewinnen. Mijn geliefden, wanneer de waarheid ons wordt geopenbaard, wanneer wij zien inderdaad dit of dat staat geschreven, volg het woord. Want het woord leidt ons naar de zuivere waarheid. Sinds die tijd heb ik mijn standpunt bepaald. Het verleden kan ik niet meer terugdraaien. Dat is ook niet relevant. Je kan alleen maar je zonde belijden. En je moet zoeken om verder te gaan met Jezus. Want er is één ding dat gegarandeerd is. Dat God de zonde van de mens wil vergeven. Wij mensen hebben de neiging om steeds, zoals ze zeggen, oude koeien uit de sloot te halen. Je steeds te doen herinneren, ja, maar toen een tijd heb je dit. Dat is niet relevant. Want God, die werpt ze in de diepte van de zee. En tot nu toe hebben ze geen materiaal om de diepste van de zee te mogen meten. En zo ver als het oosten is als het westen, werpt God onze zonde van ons. Is er iemand geweest die oost en west kan meten? Ik denk, hoe verder je komt in het westen, dan zie je alleen maar, oh, we gaan verder, het is oneindig. Zo ver wil God onze zonde van ons wegdoen. We willen de schrift even verder onderzoeken, en wel in Johannes hoofdstuk 8. In Johannes hoofdstuk 8 is heel belangrijk. Ik begin met de versen 17 tot en met 18, want daar was Jezus voorafgaande in discussie met de fariseeën. En we weten dat die hadden een andere gedachtegang. Houden ze het woord, maar ze hadden al hun bijwetten. Op den duur zagen zij het niet eens meer zitten. En hoe erg dat is, het werkt wel verwarrend voor degene die de juiste weg zoeken. Ik lees met u Johannes hoofdstuk 8, daarvan vers 17 en 18. En er staat ook in uw wet geschreven, zegt de Heer Jezus, dat het getuigenis van twee mensen waar is. Vers 18. Ik ben het die van mijzelf getuigt, zegt zij. En van de Vader getuig ik, die mij gezonden heeft. En de Vader, zoals het hier staat, getuigt ook van Jezus. Vers 19 zegt, zij dan zeiden tot hem, dus degene die de weg nog zoeken, waar is uw Vader? Dat is een moeilijke vraag, maar niet voor Jezus. Jezus antwoordde, u kent mij niet en evenmin mijn Vader. Als u mij kende, zou u ook mijn Vader kennen. Mijn geliefden, wanneer wij de weg zoeken, Jezus zegt, ik ben de weg. Als wij hem volgen, als wij gehoor geven, als wij trouw aan hem willen blijven, dan zullen wij uiteindelijk op de goede weg geleid worden in de waarheid. Jezus nu, door de woorden, door de antwoord dat hij steeds gaf, Heer, hij overtuigde zeker dat hij in eenheid met zijn Vader was. En dat hij gebonden was met zijn Vader. Dat was de eenheid, de band die hij had met zijn hemelse Vader. En toen uiteindelijk dat de Joden dat geloofden, want het kan niet anders, werden ze vrijgemaakt van het gewicht van het fariseïsme. De fariseeën en de schriftgeleerden, de sadduceeën, die hadden voor grote verwarring gezorgd, maar Jezus heeft gezorgd dat ze daarvan vrijgemaakt konden worden. Daarom zegt
De Heer Jezus ook in Johannes hoofdstuk 8. In Johannes hoofdstuk 8. Daarvan vers 27 tot en met 32. Hier lezen wij. Zij begrepen niet dat hij tegen hen over de Vader sprak. Jezus dan zei tegen hen, wanneer u de Zoon des Mensen verhoogd zult hebben, zult u inzien dat ik het ben en dat ik vanuit mijzelf niets doe, maar dat ik die dingen spreek zoals mijn Vader mij gegeven heeft. Vers 29, en die mij gezonden heeft, is met mij. Dus met andere woorden, een eenheid is daar. Hij wist zeker dat zijn Vader met hem was. De Vader heeft mij niet alleen gelaten, omdat ik altijd doe wat hem welgevallig is. Dit is een interessant iets. Wanneer wij de wil van God hoe dan ook proberen te doen, dan zullen wij ervaren dat God met mij is. En dat is van heel groot belang voor de gelovigen. Vers 30. Toen hij deze dingen sprak, geloofden velen hem. En Jezus dan zei tegen de Joden die in hem geloofden, als u in mijn woord blijft, bent u werkelijk mijn discipelen, en u zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u vrijmaken. Vrij van al dat andere leerstellingen, van menselijke instellingen. Hij zal u vrijmaken dat u God met een blij hart nu kan dienen. En vers 36 aansluitend zegt, als dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, zo zult u werkelijk vrij zijn. Mijn geliefden, en deze ochtend wil ik ook de aandacht onder uw aandacht brengen. Dat de tijd is nu. De tijd om een juiste keuze voor de Heer te maken is nu. Wat is waar? Wat is de waarheid? Is dit de waarheid? Volg het. Is het niet de waarheid? Keer om. En we zien ook dat de duivel, die zal voorzeker van u vluchten, zegt Jacobus 4, vers 7, wanneer wij ons willen houden aan het woord van God. De vijand voelt zich geheel rustig wanneer de mensen geen interesse hebben om het woord te onderzoeken. Maar wanneer u een Bijbel in bezit krijgt, of u koopt een Bijbel, dan begint u onrustig te worden. En wanneer u de Bijbel open doet, nou, dan begint u al te trillen. Want hij weet, hey, als hij zo doorgaat, dan ontdekt hij de waarheid. Mijn geliefden. En als je het gaat bestuderen, dan wordt hij razend, want dan is hij bloed zenuwachtig, want hij weet, dit is zijn einde. Wij, als Zevendaags Adventisten, en nog wel van de reformatiebeweging, het gaat niet dat een kerk zaligmakend is, maar het gaat wel om de waarheid die je onderzoekt, of het waar is. En hoe ga je daarmee om? Volg je het? Doe ik wat de Heere van ons vraagt? Het is interessant dat ik u vandaag oproep. Mis de zegen van de levende God niet. Maar wat moet ik dan doen? Jezus geeft weer het antwoord daarin in Johannes 5, vers 39. Maar onderzoek de schriften, want die zijn er die van mij getuigen. Volgt u Christus alleen om de naam, dat is niet zaligmakend. Hebt u een Bijbel en u bestudeert het, maar u volgt niet de aanwijzingen daarin, dan komt u toch niet op de plaats waar u dacht uit te komen. Helaas staren velen
op de zichtbare voordelen in deze wereld die hij kan verwerven. Want Jezus waarschuwt in Matteüs 5, waar uw schatten zijn, daar is ook uw hart. De Geestelijke profetie in Review and Herald van 13 juli 1897 vertelt ons het ene ander hier. Hij zegt hier, ze plaatsen wereldse principes en wereldse voordelen voor de Heere, de God der heerscharen. Dus met andere woorden, hoe meer wij zien, hoe meer wij willen, en dan, ja, is Jezus niet meer op de eerste plaats. Dat is de verwarring wat Satan verstrooit. We hebben net vanochtend begrepen hoe belangrijk het is om God op zijn woord te vertrouwen, om te geloven wat daar staat geschreven. Want Satan zal voordelen laten zien in deze wereld, maar wat gebeurt er? De Geestelijke profetie zegt verder, ze aanbidden wat? Het geld. Voor het hemelse universum, voor de ongevallen werelden en voor hun medemensen laten zij zien dat winst in hun ogen Gods vrucht is. Zij aanvaarden fabels die zijn bedacht om mensen van waarheid en gerechtigheid af te brengen. Door voor de wereld en haar aantrekkelijkheden te kiezen, scheiden zij zich van God af. De geest, de profetie, zoals we weten, is een aanvulling, zodat wij de diepte van de Bijbel kunnen toch op de juiste manier begrijpen, helpt ons hierbij om de sluwheid van Satan te ontdekken. Dit is duidelijk de tactische aanval van Satan op de mensheid. Daarom zijn wij genoodzaakt om u op te scherpen, om over de zuivere waarheid te spreken, zodat dit tot een ontwikkeling kan komen in uw geestelijk leven in deze tijd waarin we leven. Velen snappen niet en begrijpen niet, we leven werkelijk in een eindtijd. Maar wat betekent dat? Dat is de periode vlak voor de wederkomst van Christus. En om Christus te ontmoeten, moeten we ons wel goed daarop kunnen voorbereiden. Vandaar dat het woord wordt geopenbaard naar gelang het hart verlangt. Mijn geliefden, de vijand is heel sluw. Hij is heel goed in het nabootsen van de waarheid. Let op de volgende punten. God heeft de mensheid 10 geboden gegeven. En deze 10 geboden staan in Exodus 20, daarvan vers 3 tot met 17. Hier gaan we niet lezen, maar u kunt het wel altijd laten opzoeken. Wat heeft Satan gedaan? Hij heeft ook een 10 geboden, stelt hij de mensheid voor. Alleen hij heeft een beetje gerommeld, gesjoemeld daarmee. Het tweede gebod, dat verbiedt de aanbidding van het maken van een beeld en van het aanbidden van een beeld, dat heeft hij helemaal weggeschrapt. Dat betekent, dan schuift het derde gebod, wordt dan het tweede. En dat betekent, we komen tekort. Namelijk, niet meer 10, maar 9 geboden. En wat heeft hij gedaan? Hij heeft dan het 9e gebod heeft hij opgesplitst. Hij heeft er 2 van gemaakt. En dan zult u dan ervaren, dus zijn 9e gebod, dat verbiedt het begeren, dat heeft hij opgesplitst. En wat ervaren wij daar? Maar dit is ook, wij hebben ook 10 geboden die we houden. Ja? En dat is de verwarring dat hij veroorzaakt. Maar denk niet dat dat is het enige wat hij gedaan heeft. In de profetieën van Daniel en Openbaring, Daniel hoofdstuk 7,
vers 25, hoef je niet op te zoeken. Daar geeft de Bijbel licht dat er is een verandering gemaakt, niet door God, maar door de mens. En wat is die verandering? Het vierde gebod van God, dat zegt, gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. In 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt en alles wat daarin is. Wat is er gebeurd daarmee? Hij heeft het veranderd, letterlijk, zoals Daniël 7 vers 25 zegt. Het wordt niet meer de Sabbat genoemd in de vervalsing van de 10 geboden die Satan heeft nagebootst, maar hij heeft het veranderd in de zondag. En hoe sterk dat naar voren komt, hoe duidelijk dat naar voren komt, ik weet dat toen ik hier in Nederland kwam, in 1981, ik kon nog agendas treffen, je kon nog een kalender treffen, maar je zag wel 2 verschillende types kalender. Een protestantse kalender, die begint met de eerste dag in zondag. Terwijl het andere geloof heeft dan de verandering ingebracht en waar begint de eerste dag van de week op een maandag. Dat zaait heel wat verwarring. Dan kan je je voorstellen, dit is heel sluipend binnengekomen, want ik tref haast geen kalender meer, die begint op een eerste dag in zondag. Dus ook daarin is een verandering geweest. Vandaar dat ik alleen maar kan aanraden dat wanneer wij naar de zuivere waarheid verlangen, wanneer wij willen weten, de puntje op de i en in details gaan, dan doe ik een beroep op u om een aanvraag te doen voor om een Bijbelstudie te volgen. En op de link hieronder, daar kunt u dus via het e-mailadres, u kunt het aanvragen. Namelijk, de veranderingen die er zijn, heeft God vanaf tevoren gezegd. Hoe belangrijk zijn voor ons de Bijbelse boeken, de profetische boeken van Daniël en de Openbaringen. Als je alleen maar Openbaring bestudeert, dan denkt u, wat staat hier geschreven? Want het boek Daniël is juist de sleutel om de Openbaring beter te gaan verstaan. Vandaar dat men vrijblijvend en gratis een Bijbelcursus hierin kan aanvragen om te weten, wat is de waarheid? Waar komt al die veranderingen vandaan? Hebben we ooit gehoord dat God verandert? Absoluut niet. Jij zegt in de Hebreeuwse brief dat Christus is gisteren, vandaag en in de toekomst zal hij hetzelfde zijn. Dus we hoeven niet te dwalen of rond te dwalen en we weten niet de weg. Want Jezus is de weg. Mogen de Heer ons helpen dat wij mogen ervaren dat Hij wil ons zegenen. En daarom is het van belang om die zegen van God niet te missen. De zegen van die levende God. Want Hij wil een ieder mens redden. En ik wens je alleen dat onze hemelse Vader u daarin genadig mag zijn, door middel van zijn Zoon Jezus Christus, dat Hij ons wil bedouwen met zijn Heilige Geest, om het juiste licht te mogen zien en begrijpen, maar dat onze harten daarvoor mogen openstaan, om die ook zodanig aan te nemen. De Heere zegen en help ons, is ook mijn wens en gebed. Amen. Amen.